Welkom Lars. Dankjewel. Bij achter de schermen bij Donner dit keer. Ja, het is voor het eerst sinds 15 maart dat ik buiten kom, dus dat is voor mij een heel uitje. Precies. En gefeliciteerd met je nieuwste bundel. Ja. Heel vers. Ja, hij is vorige week uitgekomen en ik ben er ontzettend blij mee. Hij is er mooier dan ooit. We hebben er een papiertje omheen gedaan nu en een mooie opdruk en zo, dus het is mooi. In ieder geval van buiten mooi. Zeker. En je hebt ook een hele mooie titel. Komt wel goed. Ja. Natuurlijk heel toepasselijk. Ja, maar wel toevallig. We hebben dat in september vorig jaar hebben we dat al bedacht. Omdat ik dat altijd zeg. Wij zeggen dat in de familie altijd komt wel goed. Dus dat was heel logisch. Maar nu is het extra toepasselijk lijkt wel. Alhoewel het toen ook wel toepasselijk was. Want toen ging het ook al niet zo goed met de wereld. Nee. Altijd toepasselijk. Ja, precies. 120 nieuwe versjes. Helemaal nieuw, ja. Dit is echt geweldig. En je was ook bereid om, je bent ook bereid om er eentje voor te lezen. Ja, zullen we dat doen? Ik doe meteen de laatste. Dan zijn we meteen klaar. Niet te jong, te veel tranen laten, niet huilen aan één stuk. Je hebt het nu misschien nog niet in de gaten, maar je hebt je tranen later nog nodig voor geluk. En een gepaste stilte. Ja. Applaus, zou ik aan zeggen. Wat zeg je? Applaus. Applaus. En we hebben ook nog iets. Je hebt toch iets speciaals voor ons gedaan? Ja, ik heb speciaal voor jullie een gedichtje geschreven voor Moederdag in dat kader. En die boekjes zijn allemaal gesigneerd. Precies, ja. Dus het is dus dubbelop. Dus we hebben en exclusief gesigneerde exemplaren. Ja, want die zijn nergens anders, want ik kan nergens heen. Dus dat, zo simpel is het. Ja. Ook, ook nadruk voor ons een voordeel. Ja. Wij gaan straks het gedichtje gratis meegeven aan iedereen die moeders een mooi cadeau wil geven. Dank voor je komst. Ja, alsjeblieft. En veel succes met je verkoop van je bundel natuurlijk. Komt wel goed. En dat we snel weer met z'n allen pad mogen. Ja, zeker. Ja.